En het stoffelijk overschot van Roy Ristie is gisteren warm onthaald in Suriname. De ontvangst is georganiseerd door het directoraat Cultuur. We brengen u enkele fragmenten. Roy Ristie begon in zijn tienerjaren als presentator in Suriname en was vertegenwoordiger in het schoolparlement. Ook richtte hij de organisatie Jokomaka op. In Nederland werkte hij voor verschillende omroepen en vertegenwoordigde hij de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer. Hij was 8 jaar raadslid in Amsterdam Zuidoost voor D66. Verder was hij de motor achter het platform BRASA. Ristie is in Nederland op een waardige manier uitgezwaaid en herdacht in verschillende delen van Nederland. Aanwezigen hier zo, allereerst in naam van Bijlen, mijn vader, ja, dat moet Bijlen, want hij blijft in mijn doorleven. In naam van mijn vader en natuurlijk zijn zussen, Maaike, Shirley, Hanna en de overige familie en de kinderen en broers en zussen in Nederland wil ik allereerst jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie geduld, dat jullie gewacht hebben. Ze hebben toch altijd Roy binnen was, maar en op de loop wacht hij. Dus hij komt wanneer iedereen er is. Ja, ik wil jullie alvast heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier en de wijze waarop jullie het lichaam van hem hier hebben mogen ontvangen in het land waar hij geboren is en waar hij ook weer ter grave wordt gedragen. Bij deze allereerst, hou de Mohana-regels in acht, mensen. Een dankbetuiging van zoon Quintus na de culturele plechtigheden bij het mortuarium van het 's Lands Hospitaal. Roy Ristie werd 68 jaar en wordt zaterdag 18 december te Mariusrust begraven. De ATV-familie, waar Roy Ristie vaker langskwam, wens de nabestaanden veel sterkte toe.